Hoi, vandaag laat ik jullie zien hoe het glitternagellak verwijdert. Op zich zou je zeggen dat is niet zo heel spannend, maar toch hebben veel mensen er last en problemen mee. Wat ik gebruik is de Trint Nail Polish Remover. Die vind ik heel erg fijn. En natuurlijk heb ik wattenschijfjes nodig. Deze die zijn van Day Makeup. Maar je kunt ook ieder ander wattenschijfje gebruiken. Wat je doet, is de nagellak remover voldoende aanbrengen op het watje, zodat hij goed nat is. Nou, vervolgens pak je het wattenschijfje, druk je dat op de nagel. Ik zal mijn best. En dat laat je eventjes zitten. Ik ben een beetje aan het puzzelen met hoe ik dat in beeld kan brengen. Dan laat je dus wel echt even zitten, een paar seconden. Het liefst zo lang mogelijk. En eigenlijk moet je langzamerhand even met je vinger bewegen. En dan voel je al of de beweging zeg maar, in de nagellak komt. Als dat er nou nog niet komt, dan moet je het dus echt nog even laten zitten. Nou, langzaam komt er wat beweging in. Ik wrijf dus met hele kleine, korte bewegingjes over de nagel. Tot ik eigenlijk voel dat de nagel glad is. En dan is de nagellak zo goed als verdwenen. Je ziet dat hij hier nog een heel klein beetje zit. Nou, wat ik doe is weer even het wattenschijfje erop houden. En even langzaam heen en weer bewegen. Probeer in ieder geval ervoor te zorgen dat je zeg maar, van de nagelriem naar de top gaat en niet andersom. Als eventueel nog wat glittertjes aanwezig zijn, want dat is er heus wel, dan kun je die altijd als laatste nog even extra verwijderen met een schoon wattenschijfje. Even deze doen. Ik heb dus twee laagjes MNY gewone nagellak op met een laagje OPI Show It and Glow It. Dat is de glitter. En nou, zoals je ziet is het watje redelijk vies, maar niet overdreven. Dus ik gebruik het gewoon voor nog een nagel. En ik laat hem weer even een paar seconden goed zitten. Ik duw het dus even aan. Verder doe ik eigenlijk niets. Je ziet de kleur al een beetje erdoorheen. Probeer ik weer even of de beweging in zit. Nou, dat zit er nog niet. Dus dan hou ik het nog een paar seconden langer vast. Nou, langzamerhand voel ik dat er een beetje beweging komt. Maar nog niet echt heel veel. Ja, nu wat meer. Dat betekent dat de nagellak los begint te laten. Vervolgens breng ik dan weer eigenlijk dat wattenschijfje over de hele nagel. En Sam die komt naar beneden gestampt. Dat horen jullie. En de nagel is weer zo goed als schoon. Nou en zo doe ik ze natuurlijk allemaal. Jullie zien dat er hier en daar nog wel een glittertje zit. Maar het beste kun je dus inderdaad, nadat je dit gedaan hebt, gewoon nog even een schoon wattenschijfje. Eventjes extra glitters eraf halen. Vergeet daarna niet aan het einde nog eventjes je handen goed te wassen. Zodat ook de nagellak remover weer van de handen is. Want anders wordt het heel erg droog. Oké, dit was het eventjes.